Waar gaan we rondwerken? Heel goed, Sarah. We gaan vandaag weer poppenkastverhaaltjes inoefenen. En binnen 3 weken gaan we optreden voor de ouders. In de multiculturele wijk Lindeman in Heusden-Zolder is het aangenaam wonen. Kinderen krijgen er taalstimulering, voor jongeren is er de tienerwerking en de hele wijk wordt gesensibiliseerd tijdens de groenactiedagen. Alle activiteiten gebeuren in samenspraak met de bewoners en volgens het vooropgestelde wijkplan. Jaarlijks maken we samen met bewoners en een aantal diensten een wijkplan op. In dat wijkplan staan de goede dingen die er in de wijk gebeuren, maar ook een aantal problemen. En dan zoeken we samen met bewoners hier oplossingen voor en maken we een stappenplan uit waar een gans jaar rond gewerkt wordt. Het is de bedoeling dat we eigenlijk vanuit een overlegmodel werken in plaats van een conflictmodel. En dat bewoners zoveel mogelijk leren om de verantwoordelijkheid van hun wijk op zich te nemen. Harry drijft rond in de plas. Hij voelt zich voor het eerst niet meer eenzaam. Oké. Weet je het al? Bij al onze activiteiten die we doen, is het heel belangrijk dat wij samen met bewoners activiteiten organiseren. Wij doen niet iets voor hun, maar samen met hun. Welkom iedereen aan de vergadering. Heeft iedereen het verslag gehad? In de wijk wordt er ook elk jaar een Sint Maartensvuur georganiseerd, samen met een hele groep vrijwilligers. Om alles in goede banen te leiden, zijn er enkele vergaderingen. Dus op dat vergaderingen maken wij afspraken van wie waarvoor verantwoordelijk is. Zijn mensen die een grote verantwoordelijkheid op zich nemen, die dus echt naar elke vergadering komen en heel veel taken moeten doen. En er zijn ook mensen die gewoon de dag zelf komen helpen. Maar dat wordt eigenlijk op de vergaderingen allemaal samen voorbereid. Wij komen toch een 4 tot 5 keren samen voor het Sint Maartensvuur. Wacht, we zullen beginnen met de toog, Laura, dat is de koude drank. Hè? Anna en Fiorentina zetten zich graag in voor de wijk. Ik ben vrijwilliger in de wijk omdat ik het heel fijn vind hier te werken. Een fijne sfeer, een fijne samenwerking. Prachtig, we wonen hier al jaren. Hè. Het is een rustige wijk eigenlijk. Het is een ruime wijk. Het is heel open, dus er komen heel veel fietsers, heel veel wandelaars. Dus Lindeman trekt eigenlijk heel veel aan. Het Sint Maartensvuur vindt plaats op 17 november. De opbrengst ervan gaat naar het Sinterklaasfeest in de wijk en naar hun plankind.